Ja, goedemorgen beste mensen. Ik wou dat ik beter nieuws had. Ik ben nu aangekomen bij het Zuiderpark, tenminste vanaf 10 uur waren we hier, 10 voor 10. Alleen het Zuiderpark is dan niet zoals het Zuiderpark had moeten zijn nu. We kwamen hier met alle goede bedoelingen om hier een demonstratie te gaan neerzetten morgen. En dan vandaag op te gaan bouwen met een groep mensen. Leveranciers, iedereen staat klaar om uit te laden. Maar ik loop nu even naar de hoek. En dan zal ik even laten zien hoe het veld er momenteel bij ziet. Uitziet bedoel ik, sorry. Kijk, leeg. En hoe komt dat? Dat er nog niks staat, dat er een podiumwagen wel, dat er een podiumwagen staat. En die podiumwagen mag niet open. Die mag niet uitklappen. Er staan verrijkers voor audio installaties. Die mogen niet uitklappen. En als je even staat daar achter in de hoek over mijn schouder heen, zie je in de verte een podiumwagen staan. Die mag niet open. Die moet zo blijven staan. Ze hebben besloten van hoger hand uit dat deze dingetjes omhoog blijven. Rondom het veld. Ze hebben besloten dat wij hier niet naar binnen mogen. Dat wij buiten moeten blijven staan wachten. Totdat ze goedkeuring geven. Goedkeuring voor een demonstratie die 6 weken geleden is aangemeld. Goedkeuring geven om ons democratische recht uit te kunnen voeren. Om onze mening te geven en onze stem te laten horen. Dit geeft maar weer de noodzaak aan hoe belangrijk het is dat wij hier morgen, zaterdag 11 maart, met z'n allen staan. Wij moeten niet akkoord gaan met onzin zoals dit. Rechten die worden afgenomen. Geen democratie. Wat is dit voor onzin? Wachten vanaf 10 uur lang voor een bollard, voor een paaltje wat niet naar beneden gaat, omdat wij onze demonstratie niet mogen uitvoeren. Of tenminste, niet nu. Dus misschien vanmiddag een keer naar binnen kunnen en alles nog even op kunnen gaan bouwen. Willen ze problemen? Willen ze ruzie creëren? Willen ze conflicten opzoeken? Lijkt het wel op, hè? Wij blijven sterk, wij blijven groot. We gaan ons niet laten manipuleren. Dus wij blijven standvastig. En vanmiddag gaan we gewoon 3 keer zo hard sjouwen. 3 keer zo hard lopen om alles voor elkaar te krijgen. Maar beslis snel, want wij willen erin. Tot morgen.